De ontdekking van het boerderijgezin Ruinewold werd wereldnieuws. En daardoor stroomde de wereldpers naar deze brug. Het is eigenlijk wel toch wel het hele jaar door ook bij ons gebleven, zeg maar. Dus het hele verhaal en het bizarre eigenlijk aan het hele stuk, zeg maar. Dus ja, ja. Maar het verhaal begint dan voor u als buurman op maandag 14 oktober. Klopt. Wat krijgt u daarvan mee? Eigenlijk niks. In zoverre dat ik aan het werk was. Ik kwam thuis en ik hoorde al wel van mijn vrouw dat er een hoop politieauto's, zeg maar, aan de overkant aanwezig waren. Ja, en dan ga je nadenken, goh, wat zou het zijn? En je gaat een beetje, heb je het met elkaar over? Nou, in eerste instantie dachten wij van, het heeft waarschijnlijk wel iets te maken met drugs. Hè. Het is natuurlijk een boerderij wat, nou, toch iets verder weg van de weg. We zijn er nooit geweest. We weten wel dat daar een man alleen altijd aan het klussen was, zeg maar. Dus je denkt van, waarschijnlijk een of andere henneplantage of iets dergelijks. Maar goed, we kregen verder niks te horen. Dus we hebben inderdaad gewoon maar afgewacht. Ik denk, het komt dan op een gegeven moment vanzelf. En dan is het dinsdag. En dan is het dinsdag. En dan komt het naar buiten. Persbericht. Ik was toen ook aan het werk. Toen dacht ik van, nu ga ik toch maar eens naar huis. Want ik heb het idee dat het nog wel druk gaat worden. En inderdaad, ik kreeg toen ook al een belletje van thuis dat er inderdaad al wat pers was gesignaleerd en vragen wilde stellen en dat soort dingen. Dus we hadden echt wel zoiets van, wat is er aan de hand, weet je? Dus en toen barstte het eigenlijk los, zeg maar, de hectiek en drukte bij ons op de Dam. Ja. Maar toen het verhaal naar buiten kwam over dat hier een gezin heeft gezeten, jarenlang, wat dacht u toen? Ja, onmogelijk. Ik dacht echt van, dat kan niet waar zijn. En dan is het dus wel waar, blijkt. Dan denk je van, het is te bizar voor woorden. Dus eigenlijk ook gewoon dat je zelf denkt van, waarom hebben we dat dan niet gezien, zeg maar, of gemerkt. Dus en dan heb je natuurlijk nog de drukte in de straat, hè? Want dat is natuurlijk ook wat hier gebeurde. We hadden eigenlijk de hele dag ontzettend veel auto's voor de deur, pers, cameraploegen, de hele dag door, tot 's avonds een uurtje of 9. En dan 's ochtends begon het weer, zeg maar. Dus wat vond u ervan dat hier zo'n mediacircus was? Ja, ik bedoel, het is heel apart om het mee te maken zelf. Want dat is natuurlijk toch iets, je ziet het natuurlijk nu wel eens van als buitenstaander. Nou, nu zit je er zelf middenin. Ik denk dan van, goed, dat hoort er ook bij. Weet je wil ook graag dat je dit soort dingen ook te horen krijgt als burger, zullen we zeggen. Alleen voor ons was het wel hectisch. Ook omdat op een gegeven moment je toch het gevoel krijgt dat je eigenlijk je straat eigenlijk niet af kan, zeg maar. Want je wordt iedere keer aangevallen haast. En ze kwamen ook wel heel dicht bij uw gezin en uw huis. Klopt. Ja, wij hebben eigenlijk al, ik geloof dat na een dag of twee, hebben we toen ook gevraagd. Omdat hier natuurlijk ook continu kamer of bewaking was eigenlijk. Dus beveiliging vanuit de gemeente neergezet. Is er toen eigenlijk gezegd van, vroeg ik aan die mannen die hier stonden op die brug, van goh, kunnen jullie ook een beetje in de gaten houden dat niet iedereen zomaar bij ons de Dam oploopt, zeg maar. En dat hebben ze toen ook gedaan en netjes een lintje gespannen. Dus dat ging, toen werd het gelukkig al wat minder. Maar we hebben inderdaad echt wel toch best wel wat mensen ook die 's ochtends om 6 uur ineens tegen het raam stonden te kloppen bij ons voor de deur. Of ik wat wilde vertellen over de overbuurman. Dus dan sta je daar in je boxshirt in je keuken en denk, wat is dit, weet je? Dus het is best een inbreuk op je privacy, dat zeker, ja. Zeker als je dan zoals wij hier wonen, mooi buitenaf, dan kies je dan voor, weet je wel, we komen ook uit de stad. En dan denk je van, dat is toch wel even wat anders. Het werd uiteindelijk wereldnieuws, had u dat gedacht? Nou ja, eigenlijk niet in eerste instantie, omdat ik zelf ook zoiets had van, weet je, je zit natuurlijk toch ook een beetje in je eigen, en je denkt van, wat is nou feitelijk gebeurd? Uiteindelijk denk ik ook wel dat het, het was natuurlijk een beetje een raar verhaal. Dat is, het maakt het wel heel bijzonder. En mijn hoop toen was ook vooral dat het niet, dat het alleen maar was dat het mensen zijn die bewust, zeg maar, hebben besloten om zichzelf een beetje op te sluiten en daar in hun eigen wereldje te leven. Dat moet nu blijken of dat inderdaad zo is. Maar dat zijn nog steeds de dingen waar we dan afgelopen jaar ook nog best wel mee bezig zijn geweest, ja. Klopt. Maar bent u ook geschrokken van het verhaal, wat er nu ook naar buiten is gekomen, zo langzamerhand, ook met allerlei rechtszittingen, dat u denkt van, ach jee? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat je verwacht het wel. Uiteindelijk ga je van het ergste uit. Maar ik denk wel dat dit, schrikken doe je niet meer zo snel. Dat was eigenlijk meer de eerste 2, 3 dagen, zeg maar, dat je dacht van, wat gebeurt er allemaal?
Maar nee, verder is het eigenlijk, denk ik van ja, het is wat het is. En kijk, er zijn nog steeds geen mensen vermoord, voor zover wij begrepen. Dus, dus dat zou nog wel een schok zijn, denk ik. Ja. Maar tot nu toe, wat u gehoord heeft, wat bent u nou het meest van geschrokken? Nou, met name zeg maar dat de oudere kinderen, dus die hier dus niet hebben gezeten, dat daar dus wel schijnbaar sprake van schijnt te zijn van misbruik. Of in ieder geval erger dan hier, zeg maar. Wat hier eigenlijk niet het geval lijkt te zijn. Dus dat vind ik nog wel. Dat dacht ik van ja. En als dat al is gebeurd, dat zegt dat ook wel iets over, nou ja, de ouders, denk ik. Of ouder in dit geval. Ja. Nou, woont u er tegenover? Mm-hmm. Heeft u zichzelf wel eens afgevraagd, goh, dat we niks gemerkt hebben? Nou, dat is die vraag, dat is eigenlijk de meest gestelde vraag in de eerste 3 weken nadat het is gebeurd. Ja, dat heb ik zeker gedaan. Heel vaak ook. Zelfs nu nog, hè, dat je denkt van waarom hebben we dat nooit gezien? Ik moet ook eerlijk zeggen dat ook wel iets is dat we ook met onze buren, zeg maar, hè, dus de andere buren hier uit de straat, toch wel ook wel regelmatig over hebben gehad van hoezo dan? En waarom hebben we dat nooit gezien? En valt onszelf wat te verwijten? Hè? Ben je zelf daar ook een beetje schuldig aan? Klinkt misschien een beetje zwaar. Maar dat zijn wel dingen waar je dan achteraf nog steeds over nadenkt. Van goh, ja, weet je, was natuurlijk een beetje een raar verhaal. En waarom laat je dat dan toch, laat je het gaan en denk je van, nou ja, weet je, er zal wel niks aan de hand zijn. Maar wat is het antwoord dan op de vraag, valt ons zelf wat te verwijten? Nee, wat zeggen jullie dan? Nee, ik denk het niet. Er valt ons niks te verwijten. Maar ik denk wel dat ik zelf, als ik, nou ja, je komt waarschijnlijk niet meer in zo'n situatie als dit. Maar dat je wel wat kritischer gaat kijken naar mensen waar je wat minder contact mee hebt. En wat dan toch een beetje raar lijkt, zal ik zo zeggen. Want uiteindelijk heb je wel een soort van onderbuikgevoel waar ik dan nu misschien eerder wat mee zou doen. Ja. Want heb je achteraf dan toch iets gezien waarvan je nu denkt, dat vond ik eigenlijk best wel raar. Ja, achteraf zeker. Nou, sowieso wat ik zelf heb gezien is dat ik op een gegeven moment Jozef, zeg maar, die hier, die zagen natuurlijk toch haast wel iedere dag. En die reed eigenlijk af en aan om hier aan de gang te gaan, te klussen. Maar dat ik op een gegeven moment ook zag dat hij weer aankwam rijden. En ik zwaaide even naar hem. En ik zag in zijn auto een heleboel boodschappen, eten, drinken en dat soort dingen. Dus dan denk ik van ja, dat is toch een beetje raar als je daar alleen in je eentje gaat klussen. Ja, maar ja, goed. Hebben jullie er nadien, toen alle drukte weg was, nog last van gehouden? Nou, last ja. In zoverre dat we eigenlijk toch nog, nou, zeker in die periode 2, 3, 4 maanden daarna, dat op zondag we nog steeds dus mensen hier er echt een uitje van maakten om de straat door te gaan, te stoppen, stoeltjes uit de auto, thermos kan een koffie mee en dan even gaan zitten kijken. Dus echt dat je denkt van, maar er is toch niks te zien. Maar ja, het is toch, ja, toch een hoop mensen die dan toch willen even willen zien hoe het er nu echt in het echt uitziet. De boerderij zelfs, als attractie. Ja, ja, en sterker nog, ik geloof dat een tijdje geleden, ik denk een maandje geleden nog, dat mensen over het hek zijn geklommen en naartoe zijn gelopen. Nou, dan komt de politie er weer bij, weet je wel, dat soort dingen. Dus het zijn wel wat kleine incidentjes, zullen we zeggen. Maar dat blijft denk ik nog wel even doorgaan. En dat is, dat loopt nog wel even door, denk ik. Ja, ja. Maar het pand is nog beveiligd? Ja, ja. Ja, het is zeg maar met hekken afgezet. De hekken zijn ook op slot, zeg maar. Ik begreep dat er ook inderdaad nog steeds camerabewaking was. En dus op het moment dat er iets gebeurt, dan is de politie redelijk snel ter plaatse. Wat maakte u zich daar nog zorgen over? Dat het een soort attractie zou worden waar allerlei mensen op afkwamen en misschien mensen binnen de hekken gingen kijken? Nou ja, kijk, feitelijk hebben we daar niet direct last van. Ik denk dat waar wij ons wel heel erg mee bezig zijn, is natuurlijk van hoe gaat het straks verder, weet je? Want uiteindelijk is een zaak, komen die mensen überhaupt nog terug of niet? En zo niet, wie dan wel? En wat wordt het dan? Weet je, voor hetzelfde geld koopt iemand het op en die zegt van ik maak er een leuke escape room van of zo, weet je? Want dat zijn ook van die dingen die je nog wel eens hoort. Maar dus dat zijn wel dingen waar we ons mee bezighouden. Want dat, ja, je hebt, kijk, hoe erg ook, we hadden natuurlijk helemaal geen contact met wat daar gebeurde of met die mensen. Dus ja, en als dat ineens een heel circus gaat worden, ja, dat is niet. Het zou niet onze wens zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Als er weer gewoon gewoond kan worden, ja. Ja. Is het wat nu betreft goed? Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, en daarbij, maar goed, het is toch nog steeds een boerderij die redelijk ver van de weg afstaat, dus dat scheelt.
Maar je hoopt natuurlijk op gewoon leuke, gezellige nieuwe buren. In plaats van een attractie. Ja. Want daar bent u toch wel een beetje bang voor dat het een attractie gaat worden? Ja, een beetje wel. Ja, als ik eerlijk ben. Ja. Het is toch iets aparts, denk ik. Ja. Wanneer is het verhaal klaar voor u? Nou, ik denk in eerste plaats als die rechtszaak is afgerond. Dan heb je het ook misschien juridisch een eind. Ja, en dan begint natuurlijk het verhaal van wat gaat er met het huis gebeuren. En op het moment dat geregeld is, of in ieder geval in een nieuwe situatie is, dan is het denk ik wel echt wel klaar. Maar je blijft nog steeds toch nog denken aan het verleden en aan die dingen die er toen zijn geweest. En sommige dingen waren ook wel leuk, want ik heb natuurlijk altijd wel wat te vertellen op een verjaardag, zeg maar. Dus wat dat betreft is dat wel, blijft dat natuurlijk toch wel iets aparts dat je zoiets meemaakt. Hoe erg ook, hè, wat er dan is gebeurd. Maar weet je, het is, ik denk wel dat je het altijd wel een beetje mee blijft nemen, zeg maar. Maar Arne Wolt stond hiermee op de wereldkaart. Op de wereldkaart, ja zeker. Ik heb, want dat was inderdaad ook wel het verhaal, hè. We hebben gesprekken gehad met allerlei soorten pers uit allerlei landen. Af en toe ook nog gebeld door Duitse reporters die nog 3 maanden later nog even wilden weten hoe het ervoor stond. Was nog wat veranderd? Moesten ze nog even langskomen om wat dingen te filmen? Dus ja, het is. Ik heb mentale aardig opgehaald de afgelopen tijd. Ja, zeker. Nou, zit u er eigenlijk als overbuurman dagelijks op uit te kijken? Mm-hmm. Zou u niet eens binnen willen kijken hoe het er nou daadwerkelijk uitziet? Zeker. Ja, dat is misschien nog wel. Is ook wel iets wat ik ooit nog heb geroepen bij een van de meetings die wij met de gemeente hadden. Van, zou dat toch niet een keer mogelijk zijn? Want ja, we zijn toch wel heel benieuwd, zeg maar. Maar goed, dat is menselijk, denk ik. Maar ja, nee, dat klopt. Ik liep er vroeger ook wel, hè, want toen was het nog niet bewoond. Toen was het gewoon, dan kon je daar gewoon met de hond even lopen. En dan was het gewoon een vervallen boerderij waar niks in stond. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat er dan nu uitziet. Dat is toch, het is toch mensen eigen, denk ik. Ja. En wat zegt de gemeente dan? Nou ja, die zegt heel simpel, dat snap ik, maar het is nog steeds verhuurd. En dat weet je, dus daar gaan ze niet over. Heel kort door de bocht. En terecht, ja.